Goedemorgen, ik ben Desiree Stokkel. Het is 18 september 2013. De acties van Greenpeace in Rusland moeten onmiddellijk stoppen. Voor de veiligheid van de Nederlandse economie en de Nederlandse energievoorziening. Sorry. De Greenpeace is onderdeel van de elite moordenaarsclub in Nederland. Dat weet Al-Qaeda. Dat betekent dat Greenpeace willens en wetens lobbyt met politici tegen wie een rechtszaak ligt bij het internationaal strafhof. En dat is niet alleen een lobby die over politici gaat, het is ook een lobby die via de Hague Security Delta gaat en via allerlei conferenties. En op die conferenties zijn ook Al-Qaeda, energiebedrijven en het internationaal strafhof vertegenwoordigd. Wat je dus nu hebt is de situatie dat Greenpeace, een organisatie die absoluut niet met juridische intelligentie werkt, die zelf actief die Hague Security Delta internationaal strafhof lobbyplatform helpt bij het vermoorden van mensen, nu in Rusland lobbyt voor het stoppen van een Russische Shell deal. Voor boringen in Rusland. Rusland is een van de sterkste lobbyisten binnen die Hague Global Justice Institute. En dat is weer een unit van die Hague Center for Strategic Studies. En dat is allemaal weer opgericht via de ministeries om het mogelijk te maken, te bepalen welke buitenlanders in Nederland mensen mogen folteren en vermoorden en bedrijven failliet mogen maken en welke Nederlanders in het buitenland burgers mogen folteren en welke bedrijven of andere organisaties crimineel mogen zijn. En dat loopt allemaal via het internationaal strafhof. Het loopt dus ook via organisaties als het atoomagentschap en via de wapenlobby en via de oorlogslobby. Kijk, je moet even niet vergeten dat Al-Qaeda 5 Nederlanders gijzelt. En dat Al-Qaeda vertegenwoordigd is binnen die lobby. Bijvoorbeeld de Munich Security Conference. Dat was een conferentie in Duitsland in februari. Waar de elite zichzelf nog eens een keertje heeft geüpgraded. En waar ook Al-Qaeda in maatpak is gehezen. En waar op internationaal niveau is gesproken over de internationale veiligheid. Dus wat er eigenlijk besproken wordt is welke elite mag blijven en wie mag vermoorden. En Greenpeace doet daar aan mee. Dus als Greenpeace nu plotseling in Rusland een toneelstukje opvoert tegen Shell, tegen Gazprom, dan is dat een oorlogsmisdaad. Want Greenpeace zit ook aan tafel met de moordenaars die regelen dat via het internationaal strafhof bedrijven boven de wet zijn en mensen mogen vermoorden. Internationaal. Als Greenpeace nu doorgaat, is dat een totale bedreiging voor onze Nederlandse economie en onze energievoorziening. En dan denk ik niet dat Al-Qaeda nog vanavond een bom plaatst bij een kernreactor. Maar ik denk wel aan infiltratie van Al-Qaeda of van andere criminelen, de maffia bijvoorbeeld, binnen ons energiesysteem. Ik denk ook aan hackers die onze watervoorziening kunnen platleggen. De positie van Rusland. Nou, Gazprom weet wie ik ben, dat heb ik ze zelf uitgelegd. Gazprom kiest er ook voor om elite moordenaar te zijn op het lobbyplatform achter het internationaal strafhof. En dat is natuurlijk in overleg met de Kremlin, die wil dat het ICC de vrijheid heeft om mensen te folteren en vermoorden met toestemming van de Verenigde Naties. En de Verenigde Naties, dat is weer dat atoomagentschapclubje. Moet ik nog meer uitleggen? Ik krijg er zelf koppijn van. Ik zit hier te stuiten bollen. Wat moet er gebeuren?
Nou, Greenpeace moet die actie stoppen. Het Nederlandse volk moet begrijpen dat Greenpeace er actief voor kiest om mensen, politici te helpen bij het vermoorden van mensen. Dat Shell actief mensen laat folteren en vermoorden via het internationaal strafhof en dat Al-Qaeda dat weet. En de Kremlin doet precies hetzelfde. Dag. Ja.